Door de mond van de profeet Jesaja sprak God eens tot Israël de volgende woorden. Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Jesaja 46, vers 9. Mijn lief heeft een herinneringsdoosje. Hierin heeft zij tal van kleine voorwerpen opgeborgen die haar herinneren aan belangrijke kruispunten in haar leven, waarop God liet merken dat hij er was en liet zien dat hij haar leven leidde. Het herinneringsdoosje is gebaseerd op het Bijbelgedeelte van vandaag. Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. God vindt het belangrijk dat jij je ook herinnert wat hij voor jou heeft gedaan. Hij wil dat je niet vergeet hoe en wanneer hij je geholpen heeft, zodat je altijd dicht bij hem zult leven. Want als je vergeet wat God heeft gedaan, loop je het gevaar alles te verliezen wat je van God ontvangen hebt. Al vrij snel na de dood van de richter Gideon liepen de zonen van Israël overspelig de Baals na, omdat ze hun vertrouwen op een tweede rangs buitenlandse afgod stelden in plaats van de God van Israël. Nou, we lezen dan in Richteren, Richter 8, vers 33 en 34. Ze verhieven Baal-Berit tot God en vergaten de Heer, hun God die het had bevrijd van de hen omringende vijanden. Nehemia legt later uit waarom het volk Israël in de woestijn wilde terugkeren naar Egypte. Hij schrijft, ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Nehemia 9, vers 17. Snap je het? Kijk vandaag eens terug op bijzondere kruispunten in jouw levenswandel met God, om zijn rode draad in jouw leven te ontdekken en dank hem daarvoor. Een stimulans om te volharden en trouw te zijn aan Gods plan voor jouw leven.